En daar jojo mensen van de streaming. Deze video moest voor maandag komen. Sorry dat hij niet kwam. Daarom heb ik een GTA livestream gedaan. De video was niet klaar. Maar nou is hij er. De video waar jullie op hebben gewacht. Waar we de Grand Prix van Monaco gaan bespreken. Maar dan wel in een race. Want sommige mensen doen het in een practice serie. Wij doen het zeg maar in een race. Dit keer gebruiken wij de Haas. Maar ik ga het met jullie hebben over Red Bull. Max Verstappen heeft zijn pole position eigenlijk een soort van weggehaald. Max crashte in de vrije training en daardoor kon hij zijn pole position niet halen. Want de kans voor Red Bull was groot. Daardoor haalde zijn teamgenoot Daniel Ricciardo wel de pole position. Nou ja, hier dus Max Verstappen in de bocht, want hij was laatste, ook nog met een penalty. Ja, toch waar ik net. Maar ja, Max Verstappen had dus wel een goede race, want voor mensen was het heel lastig om in te halen, maar voor Max Verstappen niet. Max begon 20ste, eindigde 10e aan 9e, zoals het volgens mij. Hij reed echt een sterke race. En ja, daar is natuurlijk niks mis mee. Als je zo'n sterke race rijdt. Het is tijd zien jullie dat ik een beetje aan het kloten ben. Maar het gaat gewoon om het beeld. Dus ja. Maar ja, Max Verstappen reed dus een goede race. Ricciardo reed hem ook goed. Alleen Ricciardo had problemen. Hetzelfde geldt ook voor Leclerc die daarna tegen Brandon Hartley aanreed. En ja, daar kon Leclerc zelf ook niet zoveel aan. Dat was gewoon een brakes failure. Kon hij zelf te doen voor de jonge Kruger-Sauber. Beter dan Eriksen, moet ik wel eerlijker zijn. Deze Grand Prix is zelf ook wel lastig hoor. Ik bedoel van, ik heb er zelfs moeite mee zoals jullie zien. Ik moet zelfs nog een keer skippen om deze proberen uit te rijden. Want op carrière is dat mij ook niet gelukt. Dus ja. Maar ja, daar gaat het niet om. Het gaat natuurlijk om de echte Formule 1. Nou ja, de Haas hebben dus echt best wel slecht gepresteerd. Op zich. Ze hebben echt gewoon de 19e, 18e stack volgens mij gehaald. Hebben ze dat. 17e, 16e, zoiets. Ik weet wel dat het bij de Williams de laatste zijn geworden. Door twee keer een puncture van Lance Stroll. En Sirotkin, ja, dat is gewoon nog een jonge coureur. Die heeft er nog recht op. Maar Lance Stroll is zijn tweede, derde jaar in de Formule 1. En die heeft geen recht tot spreken. Dit is zijn tweede jaar. En zoals jullie zien maak ik een paar foutjes. Maar kijk, dat is dan ook direct fataal. In Monaco. Maar ja, de race was ook best wel leuk. Het was dit keer niet een saaie race. Want Fernando Alonso viel uit met mechanical problems. Ja, nou ja, dat heeft McLaren vaker gehad, ook vorig jaar. Maar het is wel minder geworden, dat merken jullie wel. Fernando Alonso stond zelfs nog voor Max. De Grand Prix van Australië hield hij meer punten. China hield hij blijkbaar niet. Maar Verstappen bleef er maar achter zitten. Maar uiteindelijk, voor de Grand Prix van Monaco, Spanje, had hij eindelijk zijn inhaal gedaan. Met de derde plaats. Voordat had hij volgens mij al ingehaald. Maar ja, dat deed ik niet aan mijn hoofd. Maar ja, op dit punt hield Verstappen geweldig Carlos Sainz hier. En toen de snee, ja, eerst snee Sainz de track af. Om te zorgen dat er geen crash was, zegt Max. Kut, hij kut de track. En uiteindelijk doet hij dat zelf ook eens, ja. Was wel mooi te zien. En de wedstrijdleiding deed er ook gewoon niks aan. Dat was ook al mooi, want ze liet het gewoon gaan. Ze weten dat het race is en dat het dan mag om, het geen crash te, om een crash te voorkomen. Want op dit circuit is dat heel makkelijk. Dus jullie zullen hier ook wel een paar crashes denk ik zien of ik heb het echt gewoon fantastisch uit te rijden. Nou dat niet, maar ja. Maar jullie mogen ook trouwens in de reactie zetten, vinden jullie Monaco wel makkelijk om te rijden? Want ik vind zelf Azerbeidzjan Monaco best lastig naar een carrière. Als jullie die hebben gezien van Azerbeidzjan, leek het niet zo lastig, maar het was tering lastig. In de edit heb ik ook al die crashes weg moeten halen. Maar ja, dat was het waar, want ik bedoel, van dan val ik alleen maar uit voor jullie. Dat is ook niet leuk. Van, ik kan beter racen in de Formule 1 dan wat ik nou laat zien. En in multiplayer zien jullie dat wel, dat ik beter kan racen. Maar ja, ik zou de linkjes even in de beschrijving zetten van de Formule 1 video's. En ook nog even van de GTA-serie die ik had, want die had ik ook nog even beloofd. Die zou ik in deze beschrijving zetten. Nou ja, hier zat Verstappen dus aan deze kant. Het Sainz zat zeg maar hier aan de binnenkant. Verstappen deed zo en remde af. En ja, dan kan je niks meer als Carlos Sainz. Hier zat Sainz nog even te kijken, maar hij weet ook zelf van ja, dan komt er een crash aan. En daar heb ik er geen zin in. Want hij zit zelf ook nog in het Red Bull plan, want hij is zeg maar in lane bij Renault.
En hij zit zelf dus nog in de Red Bull plan voor als Ricciardo weggaat, is Sainz volgens mij de vervanger. Of Gasly, want Gasly heeft ook echt een goede race gereden, vond ik. Nou ja, de Hypersoft band was dus in Monaco. Het was een goede band, de zachtste compound dit jaar. Dat is de nieuwste band. Die zullen we uitermate gaan bespreken. We gaan ook nog de nieuwe beelden van 2018 ooit een keer bespreken. Die zijn uitgekomen, zelfs laatst, maar dat maakt niet uit. Codemasters heeft ze uitgebracht. Daarvan zou ik ook een linkje in de beschrijving zetten. Die video ga ik als het goed is ook nog vandaag maken. Dus maak jullie maar geen zorgen. Het is vandaag wel een beetje uploaddag soort van voor mij. Het is het niet, maar ik bedoel van ik maak wel even een paar video's voor jullie. Dit zijn gewoon extra video's hoor. Van deze wordt op maandag heb ik niet gedaan. En op dinsdag mogen wij uploaden zeg maar. Het is niet verplicht. Maar de graphics zijn er wel beter geworden. Zo, dan zien wij daar Charles Leclerc in de Formule 1 2018 auto rijden van hem. Met de halo erop. En ik zou je vertellen, de halo is niet zo heel irritant. Het ziet er wel vet uit. Maar ja, dat straks in die video. Hopelijk deze video trouwens nog voor jullie kon editen. De kans is groot van niet. Sorry daarvoor, dan de volgende video zou vet worden. Met het editprogramma van €300. Nou ja, ik heb hem dan maar illegaal. Maar ik bedoel, je weet wel. Nou, hier zien jullie mij even op tv-beeld de Grand Prix van Monaco rijden en daar komt zo'n crash aan. Maar ik bedoel van, ja, Red Bull heeft het goed gedaan. Jammer dat Verstappen niet 1 en 2 kon halen. Maar ja, het is zo. Dat leek me dan nog wel een mooie race. Nou ja, zal ik jullie dan ook nog even laten zien waar Max crashte? Hier zag hij Sainz te laat en daardoor reed hij zo en had hij zijn band al kwijt en reed daar tegenaan, zeg maar. Dat was dus het probleem en ik geloof ook dat Max dat ook zo doet. Want Max zag Sainz niet klaar. Punt uit. Dat was het. Want Sainz reed daar ook wel op een rare positie. Hier reed hij. Hij reed gewoon op de racelijn. En Max was hier zijn band kwijt. Kon Max niks aan doen. Dat is eerlijk. Nou, ik laat jullie de pitlane hier nog even zien. Voor mensen die de Grand Prix van Monaco niet hebben kunnen zien. Ik mag het niet met beelden doen. Waarom niet? Dat is copyrighted. En daar heb ik totaal geen zin in vandaag. Ik heb vandaag totaal geen zin om een copyright te krijgen. Bijvoorbeeld die Emma seizoensoverzicht was ook heel lastig te maken. Ik ga die ook proberen voor Max Verstappen dit jaar. Als het seizoen klaar is. Maar het is lastig. Waarom? Je moet copyright claims voor elkaar krijgen. Je moet de rechten voor elkaar krijgen. Of het logo weghalen. Nou, ik ga proberen de rechten voor elkaar te krijgen. Want dat is zelf wat makkelijker. Zoals ik hier in mijn voorgelopen kwijt ben. Maar dat is gewoon wat makkelijker. Nou laat ik jullie gewoon een Grand Prix van Monaco zien. Waar jullie de eerste bocht, daar had Alonso dus de auto neergezet. Hier heeft Verstappen gewoon een mooie inhaalactie gedaan op Marcus Ericsson. Ericsson liet hem ook gewoon gaan, maar hij weet gewoon. De Red Bull sneller, ik kan daar gewoon niks mee. Kijk, hier zo en dan haalt Wehrlein dat niet. En ik moet nou echt aan de kant, want Wehrlein die gaat anders... Je weet het, je kan je niet inhalen, Wehrlein. Daar gaat Stroll. Nou, ik dacht even dat Stroll de boarding in ging. En hier stelde dus vorig jaar Wehrlein op zijn kant door Button. Omdat Alonso de Indy 500 volgens mij reed. Zoiets. Dat hou ik me niet bij. Nou ja, hier gaan we even de inhaalactie doen op Stroll. Waar die niks door kan. Nou ja, cut the track. Foutje van mij, kan gebeuren. Nou ja, dit is ook gewoon een kakbocht. Dat heeft Verstappen bewezen. Hier is hij echt alleen maar uitgevallen. Kan hij niks aan doen. Het gebeurt wel eens. Ik bedoel, van Monaco is gewoon een lastig circuit. Maar hij woont hier, dus hij kan gewoon oefenen. En daardoor bleek het ook vorige jaren en twee jaar. Hij heeft een race uitgereden. En dan maakt hij goed. Want bij Toro Rosso en ze begin bij Red Bull heeft hij het niet bewezen in Monaco. Want hij heeft zeg maar 1,5 jaar Toro Rosso gereden volgens mij. En daarna Red Bull, want Fiat werd zomaar de auto gedaan. En daarna won hij Spanje en daarna kwam deze race. En dan weet ik al gewoon van... Dat is gewoon de raskasbocht, dat is gewoon moeilijk. Maar in Sander Vot had dus Alonso hem stilgezet en dat heette de eerste bocht. Dus zo heet hij Sander Vot. Willen jullie trouwens meer Formule 1 carrière? Ik ga het proberen te fixen. Ik heb een WhatsApp groep van DG Community. Dan moeten jullie het in de reacties spammen. Want wij gaan alleen op kijkers af. Als jullie dat meer willen, dan kunnen wij dat doen. En dan komt dat op een niet-uploaddag. Dat wordt dan ook geen uploaddag. Daar komt dan gewoon vast een keer iets op. Dat
noemen wij dan nog niet echt een uploaddag. Want bijvoorbeeld, als het echt niet kan uploaden, dan gaat hij gewoon echt naar zondag. Maar daarna mogen jullie ook zeggen welk team ik ben. Want ik ben nou sauber en ik heb wel recht op een ander team. Ik krijg ook geen contract, denk ik. Daar ben ik heerlijk in. En dan ga ik dan nog een poll voor inzetten. Het is op zich, nou ja, hier geen lastig circuit. Hier had het was wel een schrikmomentje, want een lap 20-30, zoiets. Kregen we te horen dat Ricciardo iets met de energy store had. En hij kon wel snelheid krijgen, zeg maar niet zijn topsnelheid. En daardoor kon Vettel dichterbij komen op de snelheid stukken. Want hier hield Ricciardo hem bijvoorbeeld makkelijk weg. Maar ja, je zag het gewoon. Ricciardo hield moeilijk bijna de 300. Dat rechterstuk is dat ook niet zo lastig, want ik bedoel, deze auto's trekken ook niet normaal op, maar doe van kijk hoe snel deze naar 3 gaan ofzo, ik bedoel van dat is ook niet normaal. Maar ja, het kan allemaal. Ik vind de Saubers van dit jaar er ook wel mooier uitzien. Maar ja, ik vraag me serieus af hè mensen, heeft Alfa Romeo echt geen motor in die Ferrari gezet? Want ik bedoel van, kijk naar Charles Leclerc en kijk naar Eriksen. Want die Alfa Romeo motor moet daar gewoon in zitten. Ik bedoel, van ze presteren nooit zo. En opeens presteert Charles Leclerc gewoon de punten in. En Eriksen doet gewoon geen flikker. Maar ja mensen, ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Vergeet alvast zeker niet te abonneren. En voor meer van dit soort video's. En dan gaan wij jullie natuurlijk later checken. Later boys. Woehoe. Oké, nou nog even het tv momentje. Nou mensen, later.